Documentaire maker Sinan Djaan is aan de hand van de klassenfoto op zoek gegaan naar de klas van Ilyas. De foto is gemaakt vlak voordat er een bom ontplofte in Aleppo. De verkiezingsuitslag is bekend. Hoe nu verder? Daar gaan we zo over praten. Onder andere met de lijsttrekker van het Forum voor Democratie. De muziek vandaag is van Stephanie Struik. En aan onze sporttafel Rens van Eijden en Matthijs Brandenhorst. Dit is de Week van Gelderland. Hashtag, wat gaat Sinan doen? Dat vroeg iedereen zich af toen de documentairemaker uit Nijmegen meedeed aan Wie is de Mol. Maar al heel snel werd duidelijk, Sinan, dat jij gewoon heel druk was met het filmen. Hè? Ja, klopt. Van een nieuw tweeluik. Sinan zoekt de klas van Ilyas. Ja. Maandag dan wordt het eerste deel uitgezonden, NPO 1. Ja, wie is Ilyas? Ilyas is een Syrische jongen die sinds 2 jaar in Enschede woont. Gevlucht is uit Aleppo. Via Libanon in Nederland terecht is gekomen. Een van de weinige dingen die hij heeft meegenomen is een klassenfoto. Zo'n klassenfoto zoals we die allemaal kennen. Ja, zoals we die allemaal hebben. Zoals jij die hebt die, en ik die ook heb. Een basisschool klassenfoto van klas 4. En het was voor ons wel interessant om te gaan kijken van waar zijn die kinderen terechtgekomen. Er staan 42 kinderen op die foto. En hij had maar contact met één van die kinderen. Dus zijn beste vriend, die in Australië woont. En van die andere kinderen wist hij dus niet waar die waren, of die überhaupt in leven waren en hoe het met ze ging. Jij bent op zoek gegaan. Ja. Hoeveel kinderen heb je uiteindelijk gevonden? Wij hebben 32 kinderen gelokaliseerd. Dus ik heb ze niet allemaal gevonden, maar ben er wel achter gekomen waar ze zijn. En van 10 heb ik geen spoor. Dus heb ik niet kunnen vinden of ze überhaupt nog leven of waar ze zijn. En ik denk dat ik er ongeveer 17 heb geïnterviewd. Je hebt heel veel kinderen gevonden, ook nog in Aleppo, hè? Ja, ongeveer een derde. 16 kinderen, 17. En hoe was het met die kinderen? Het was heftig, want Ilyas is natuurlijk naar Nederland gevlucht met zijn familie. Maar die kinderen die ik daar heb gevonden, die hebben de afgelopen 7 jaar die oorlog gewoon vol meegemaakt. En dan is het natuurlijk ook een hele logische vraag van ja, wat heb je nou eigenlijk meegemaakt de afgelopen 7 jaar? Nou, en dan barsten die kinderen dus in huilen uit. Omdat ze dan zeiden ook van ja, we weten niet wat we moeten vertellen. Er is zoveel gebeurd in deze stad. Waar begin je dan? En dat was wel, vond ik ook wel heel af en toe ook wel moeilijk en lastig ook om die kinderen te interviewen. Maar ook dat we, ja, mij natuurlijk, maar ook de crew ontzettend ontroert. Dat je dan ook tegenover zo'n kind van 16 zit die dan minutenlang aan het huilen is. Omdat hij gewoon niet weet wat hij moet vertellen. We gaan even kijken naar wat beelden. Ja. Ik heb hier de foto's van onze klas. Ilyas, waar sta jij op de foto? Ik denk die. Ja, dit echt? Ben ik, ja. Ja, ik zie het aan je glimlach. Ah, oh, dankjewel. Ja. Op dezelfde dag was de eerste bom. We waren net klaar met de foto en we hebben het gehoord. En allemaal waren onder de tafels. Ik voelde het gewoon dat een oorlog gaat gebeuren. Hada Ilyas, Ilyas Zahra. Dat is een juf, hè? Ja, de directrice van de school ook. Ook juf. En dus, het was wat heel bizar was. Hij is eigenlijk de enige die foto heeft. Dus die foto, niemand heeft die foto meer. Dus ik haalde hem uit de tas en liet het aan de directrice zien. En dan ook meteen natuurlijk vragen van, het is Ilyas, wat kun je over Ilyas vertellen? En toen barsten ze in huilen uit. Maar het was ook, ja, zij is dus ook iemand die gebleven is. En zij vertelde dus dat er ook mortiergranaten op de school zijn gevallen op een gegeven moment. En dat er constant dus om en rondom de school gevochten werd. En dat ze dan al die kinderen steeds, die kinderen moesten steeds naar een schuilkelder. En dan werd daar heel hard gezongen en de muziek werd heel hoog gezet. Zodat die kinderen dus de bommen niet zouden horen.
En ze zei, ja, stel je eens voor dat je dat dag in dag uit doet gewoon. 5 jaar lang. En ja, dan denk je over na, en daar heb je gewoon geen voorstelling van. Dan denk je, ja, ik zou niet weten hoe dat is om elke dag die kinderen naar die schuilkelder te dirigeren en te gaan zingen. En te hopen dat die bommen dus niet op die school vallen. Ik wil me daar helemaal geen voorstelling van maken. Nee, snap ik, ja. Kinderen gaat. Ja. De sporen van de oorlog waren ook op die school nog heel erg zichtbaar. Ja. Daar ga jij wat aan doen. Ja, wij zijn een actie begonnen om... het school was in een slechte staat vervallen. Maar ook mortiergranaten in de muren. En alle ramen waren stuk, waardoor die... kinderen echt in de kou in de klas zaten met hele smerige stookkachels. Dus wij zijn geld aan het inzamelen zodat alle ramen vernieuwd worden, maar ook dat het geïsoleerd wordt en andere kachels. Kunnen mensen een bijdrage leveren en hoe dan? Ja, het kan via de Varengids. Die is de actie gestart ook. Dus dan moet je even naar onze site van de Varengids. En dan kun je op de school van Ilias dus een kleine bijdrage storten. Jij doet meer dan alleen maar in beeld brengen wat daar te zien is. Dat is mooi. Je hebt nog heel veel plannen. Kom nog eens een keer terug om daarover te praten. Ik wil wel weten welk verhaal, als het gaat om deze serie, het meest indruk op jou gemaakt heeft. Ik denk dat het vooral de veerkracht is van Ilias wat indruk op mij heeft gemaakt. Dat ik denk, van dan kom je uit een oorlog als een klein mannetje. Ga je naar een vreemd land waar je de taal niet spreekt, nieuwe omgeving, en dat je dan ja, er iets van moet maken en dat je dan de energie en de motivatie hebt. Hij woont pas 2 jaar in Nederland. Hè? Ik bedoel, dat en is praat fantastisch Nederlands. Ja, ik bedoel, voor iemand die 2 jaar in Nederland en hij gaat naar de HAVO toe volgende week, denk je van ja, fantastisch. En die veerkracht, dat vind ik echt ontroerend, dat ik denk van ja, hij probeert er ook echt iets van te maken. En een van zijn klasgenoten woont nagenoeg om de hoek, hè? Ja. In Twello. Mensen moeten maar even kijken. Ja. Die ontmoeting was iets wat ongemakkelijk. Maar ja, dat was het ook een beetje bij de leeftijd, hè? De puberleeftijd. Ja, ja, prachtig om te zien. Maandag 25 maart en maandag 1 april. Ik moet even spieken, hoor. De tijd 9:45. 9:45 op NPO 1. BNN VARA, NPO 1. Ja. Fijn dat je er was. Ja, dankjewel. Ja, de verkiezingsuitslag is bekend. De VVD blijft de grootste in Gelderland. Maar de grote winnaar ook in Gelderland was het Forum voor Democratie. Goedenavond en welkom op de uitslagenavond. Kijk eens, een hele bult met stembiljetten. Dit moet allemaal nog geteld worden. En dit is dan, zoals het er nu zo uitziet, dat oningevulde vak is Forum voor Democratie. En daar moet het getal 8 staan. 8 zetels. Vandaag is de eerste grote veldslag gewonnen. Dankjewel. GroenLinks, hoe heeft hij het gedaan in Epe? Was 3,6. Ja! 9,4. Flink winst daar. Het is een historische uitslag voor GroenLinks. Ja. SP doet het ook hier heel slecht. Als je ziet wat er een komeet binnengeslagen is, zeg maar. Een nieuwe partij, Forum voor Democratie. Dat is ongekend. Ja, hoe nu verder, dat is de grote vraag. Op dit moment zijn alle lijsttrekkers op uitnodiging van de lijsttrekker van de VVD, Jan Markink, op het provinciehuis voor een eerste kennismaking over en het eerste gesprek over de uitslag. Naast mij Roosmarijn Boender, de nummer 2 van de VVD. Ja, de grootste van Gelderland. Ja. Toch weer gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ja, daar zijn we blij mee. Je komt net van het provinciehuis? Ja, ik kom er net vandaan. Ik heb het eerste half uur van de eerste bijeenkomst meegemaakt op uitnodiging van onze lijsttrekker. En daarna moest ik snel hierheen. Hoe was de sfeer? Goed. Ja? Ja, ik kan niet anders zeggen. Het was heel goed, ontspannen. Een goede kennismaking met de lijsttrekker van Forum, die ook goed door iedereen werd gefeliciteerd. Dus mijn indruk was in ieder geval heel positief. En, ja, jouw eerste kennismaking met de lijsttrekker van Forum voor Democratie. Ja, wij hadden gehoopt dat hij daar zou staan. Ja, ik denk dat hij misschien onderweg is. Ja, hij mag ieder moment aanschuiven. Ja. Duidelijk is dat de VVD het voortouw neemt, hè, in de coalitie. Sluit de VVD op voorhand partijen uit? Nee. Kan ik me niet voorstellen. Daar was de sfeer ook absoluut niet naar. En als liberalen zeg ik in ieder geval even vanuit mijn eigen persoon dat we dat niet moeten doen. Ja, in 2015, toen was die formatie heel snel gepiept. Volgens mij binnen een maand. Verwacht je dat het nu weer zo snel gaat?
Nou, het zou mooi zijn als we het snel, maar toch ook zorgvuldig kunnen doen natuurlijk met z'n allen. Want de provincie heeft gewoon een goed bestuur nodig. Hè. Er zit nu natuurlijk nog het huidige bestuur. Maar de kiezers hebben gesproken. Dus wat mij betreft, als het kan, zo snel mogelijk met een nieuw bestuur wat gedragen wordt door deze uitslagen aan de gang. Ja. Ik ga even naar jouw buurvrouw, Esther Mirjam Cent, Eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Wat vind je van de verkiezingsuitslag? Allereerst maar eens. Nou, voor de PvdA ben ik blij dat we de lijn omhoog hebben gevonden. Vergeleken bij de Tweede Kamerverkiezingen hebben we bij de gemeente een beetje beter gedaan. Nu bij de Eerste Kamerverkiezingen een beetje beter gedaan. Alhoewel, de eerlijkheid gebiedt me wel te zeggen dat pas op 27 mei de verkiezingen voor de Eerste Kamer plaatsvinden. Dus dan weten we zeker hoe de samenstelling van de Eerste Kamer zal zijn. De grote verrassing, net zoals in de provincie, zal in de Kamer ook zijn. Een nieuwe partij die dan ook meteen naar alle waarschijnlijkheid de grootste wordt. Ja, hoe voelt dat voor jou? Nou, we zullen het meemaken. Hè. Ik kan er nog weinig over zeggen hoe het zal gaan. Het is wel zo dat we gewend zijn om met de PVV samen te werken in de Kamer. En dat er ook wat andere verschuivingen zijn. Het aantal partijen blijft hetzelfde. We hebben 12 fracties in de Eerste Kamer. De onafhankelijke senaatsfractie gaat eruit. Forum voor Democratie komt erin. In dat opzicht verandert het niet zoveel. Ja. De vorige keer dat jij hier was, toen was jouw hoofddoel, behalve lijsttrekker worden van de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer, dat is niet gelukt. Maar ook vooral het kabinet van de meerderheid afhelpen. Hè? Ja. Die missie is geslaagd. Ja. Maar dit is ook de uitslag die je dan voor ogen had? Nou ja, het kabinet krijgt het best ingewikkeld, denk ik. Als partij kijk je naar de kwaliteit van wetgeving en die beoordeel je op basis van uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid, rechtmatigheid, maar ook door je ideologische bril. Dus een goede wet is een wet die aan mijn doelen voldoet en die ook nog eens een keer kwalitatief goed is. Nou, dat is ingewikkelder als het een wet is van het huidige kabinet. Er zitten ook grote dossiers aan te komen, hè, klimaat, pensioenen. En ik denk dat je binnen het kabinet wel spanning krijgt. Als je steun gaat zoeken bij Forum voor Democratie, zoals de VVD wellicht wil, dan zal dat gesputter bij de rest van de coalitie opleveren. Zoek je steun bij linkse partijen, dan zal het mogelijk gesputter bij de VVD opleveren. Dus ik denk dat het kabinet het heel erg moeilijk krijgt. Ook vooral omdat ze het zoeken. En ik heb het gevoel dat jij dat helemaal niet vervelend vindt. Je moet wel als lid van de Eerste Kamer je rol kennen. Ja, hè? We moeten niet op de stoel van de Tweede Kamer gaan zitten, want dan maken we onszelf overbodig. Dus altijd nog vanuit die rol van de Eerste Kamer moet je kwaliteit van wetgeving zorgvuldig beoordelen. Als we kijken, hè, naar de uitslag van deze verkiezingen, grote winst voor Forum, GroenLinks heeft het heel goed gedaan, grootste verliezers PVV, SP en D66. Hoe verklaar je dat? Je ziet dat kiezers heel vaak teleurgesteld zijn in Nederland. Want we zijn een consensusland, een compromisland. De beloftes die je uitspreekt tijdens verkiezingstijd, die kun je nooit waarmaken. Je moet altijd een compromis sluiten. Nou, dat levert teleurstelling op. Ik denk dat er ook bij Forum voor Democratie een hele grote nee-stem is. Maar de vraag is dan, wat wel? Hè? Vergelijkbaar met de Brexit. Alle Britten waren tegen, maar waar ze dan voor zijn, daar zijn ze nou nog niet zo over uit. Dus ik denk dat dat voor een gedeelte de verschuivingen verklaart. Ja, en GroenLinks heeft natuurlijk ook gewoon heel goed campagne gevoerd. Complimenten daarvoor. Komen wij zo uitgebreid over te spreken. Ik wil nog even van jou weten, Roosmarijn. Jullie zijn heel veel stemmen kwijtgeraakt, hè, aan de PVV. Wat heeft de VVV verkeerd gedaan? Of aan het Forum, moet ik zeggen, sorry. Ja, heel veel. Als ik even kijk naar onze provincie, vind ik dat wel meevallen eigenlijk. Maar de VVD landelijk gezien hebben we verloren. Ja, misschien inderdaad vanwege de, hey, je staat in je verantwoordelijkheid, dus je sluit compromissen. En dan is je eigen kleur wat minder zichtbaar voor de mensen die op je gestemd hebben. Ja, dat zal iedere regeringspartij op een gegeven moment ervaren. Dat is nou eenmaal de consequentie. Ja, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Tineke Strik. Dankjewel. Eerste Kamerlid GroenLinks nog wel, hè? Ja. Ja, de tweede grote winnaar van deze verkiezingen. Ja, zeker. We waren erg blij. De peilingen waren al wel goed. Maar je weet natuurlijk nooit zeker hoe het in de praktijk echt uitpakt. En dat we uiteindelijk van 4 naar 9 zetels in de Eerste Kamer zijn meer gegaan, dan een verdubbeling. Is hartstikke mooi. En dat zie je ook in de provincies terug. Dat er veel meer statenleden komen om dat bestuur ook echt groener en eerlijker te maken. Ja, dus wij zijn er heel blij mee. Als ik kijk naar de winnaars van deze verkiezingen, hè, Forum aan de ene kant, GroenLinks aan de andere kant, dan lijkt het wel, stem ik voor of tegen het klimaatplan?
Ja, het waren echt klimaatverkiezingen. Ik denk zeker dat het wel een grote rol heeft gespeeld. Het waren echt klimaatverkiezingen. Je merkte dat het kabinet eigenlijk al die tijd wel zag dat het er iets mee moest doen. Maar dat ze eigenlijk een beetje verlamd waren. Misschien wel door meningsverschillen onderling. En wat ik denk ik ook wel een rol heeft gespeeld, is dat met name het CDA, maar ook wel VVD, ook wel heel vaak het als een probleem gingen opwerpen. Van ja, maar dat gaat zoveel kosten en dat mag niet leiden tot hogere rekening en dergelijke. Maar geen oplossing gaven, niet duidelijk maakten. Wij gaan die rekening eerlijk verspreiden over iedereen. Ik zie jou instemmend knikken, Esther Mirjam. Ja, absoluut. Maar meer in het algemeen, er komt gewoon niet zoveel van het kabinet onze kant op. We hebben het redelijk rustig in de Eerste Kamer. Je ziet, wat al eerder gezegd, vooral een kibbelcoalitie. En zeker op het laatste moment komt er een doorbraak waar het gaat om de CO2-heffing voor bedrijven. Maar dat heeft vervolgens waarschijnlijk weer stemmen gekost voor de VVD die naar Forum voor Democratie zijn gegaan. Omdat er voor een gedeelte inderdaad klimaatverkiezingen waren. Kijk, de VVD staat op tafel. Reageer maar, Roosbruin. Ja, ik vind het interessante beschouwingen. Ik heb me natuurlijk vooral met de provinciale politiek bezig gehouden. Dus om nou eventjes zo het hele land te beschouwen, vind ik nogal wat. Maar ik denk inderdaad dat het eigenlijk logisch is dat de regeringspartijen een middenblok zijn op dit moment. En dat je inderdaad de uitwassen krijgt wat meer naar het groen en wat meer naar het meer rechtse kant, om het zo maar even te zeggen. Dat eigenlijk een logisch gevolg is wat we net zeiden, van de consensus waar de andere partijen in zitten en met elkaar verder willen. Dus. Kijk, voor een deel is dat wel zo, maar van de andere kant, als je heel duidelijk maakt, en ik denk dat heel veel mensen ook al wel in de gaten hebben, dan moet er echt klimaatmaatregel genomen worden. Je merkt het zelf ook al aan de temperatuur, et cetera. Maar dat je dan als kabinet ook mensen moet kunnen geruststellen van we gaan die rekening ook echt eerlijk delen. En we hebben er heel erg op aangedrongen, PvdA ook, dat ook de bedrijven die CO2-belasting krijgen. En steeds heeft het kabinet gezegd, nee, dat is nog te snel. Nee, kijk dat jij doen ook we al niet. Uit naar de Tweede Kamerverkiezingen? Niet per se. Nee, niet per se. Nee, dat is voor ons helemaal niet een doel op zichzelf. Wat wij wel fijn vinden, in die zin deel ik dat wel, dat het kabinet nu niet een meerderheid heeft. Dus dat ze meer gedwongen zullen zijn om ook dat voorstel wat wij hebben gedaan, ga die bedrijven nou ook eerlijk belasten, zodat het niet allemaal bij burgers terechtkomt, dat ook wordt uitgevoerd. Want eerlijk gezegd, naar Forum kijken zal weinig opleveren. En met 9 zetels in de Eerste Kamer hebben jullie ook wat meer in de helft gebrokkelen nu, hè? Te zeggen, ja. Ik weet trouwens nu dat de informateur wordt iemand van de VVD, volgens mij. Ja, Mark Bouwman. Bouwman, ja. Burgemeester van Doetinchem. Maar dat wist jij natuurlijk al, hè? Ja, van VVD-huizen. Ja, wat een verrassing. Ik laat dat over aan de lijst trekken, uiteraard. Want het moment mag hij kiezen. En wanneer dat is, dat is niet aan mij. Nou, kennelijk was dit het moment. Mooi om te horen. Het werd me even ingefluisterd. Je was ook lijstduwer in Gelderland. Nu nog Eerste Kamerlid. Ja. Je scheidt er mee uit. Wat ga je doen? Ja, nou, ik ga wel een revolutionaire stap maken. Nou. Namelijk, ik ga naar het Europees Parlement. Ik dacht van, ik ga me lekker op de wetenschap concentreren, want ik werk aan de Radboud Universiteit. Maar toen mij gevraagd werd om toch mijn politieke werk voor te zetten in het Europees Parlement, heb ik uiteindelijk bedacht van ja, er wordt ook steeds meer beslist in Brussel, in de Raad, in het Europees Parlement. Dus ik denk dat als het aan het Forum ligt niet hoor. Nou, dat gaan we nog eens zien. Nee, kijk, heel veel problemen zijn grensoverschrijdend. Dus die moet je daar gewoon aanpakken. Dus ik hoop mijn kennis van de politiek en van de wetenschap daar ook in praktijk te kunnen brengen. In de Eerste Kamer zit je helemaal aan het eind van het proces. En nou ga ik helemaal aan het begin zitten. De nummer 2 op de lijst, hè? Ja, van Oosterbeek naar Brussel, dat zit er precies, wel in. Zo is het. Mag ik je daar heel veel succes wensen? Dank je wel. Jij ook heel veel succes. Ook de nummer 2, dus dat zit ook. Snor. Ja. Esther Mirjam staat ook de nummer 2. Ja. Dat bindt ons. Laten we dan afspreken dat als we over 4 jaar weer hier staan, met 3 vrouwen, dat er dan de nummers 1 hier staan. Is dat mooi? Dat zou mooi zijn. Dat vind ik ook heel mooi. En Arjan de Kok, die moet zich verontschuldigen, die zit nog op het provinciehuis. Die zit nog te duiden. Ja, die is plannetjes spelen. Misschien wel met de VVD. We gaan het allemaal volgen. Succes, dames. En dank voor de komst. Dankjewel. Dank je wel.
Dit was de Week van Gelderland, waarin ons land werd opgeschrikt door de aanslag in Utrecht. Dat had ook in onze provincie gevolgen. Politiebureaus en snelwegen werden extra beveiligd en de verkiezingscampagne tijdelijk stilgelegd. Het gaat er uiteindelijk om dat de democratie krachtig is en nu laat zien dat wij ook met de slachtoffers rekening houden en hun familieleden. Krachtig is de democratie zeker, want de Gelderse kiezers lieten flink van zich horen tijdens de provinciale statenverkiezingen. En dan Forum voor Democratie. Kom binnen met 7 zetels. Dit is onvoorstelbaar, toch? Ja, nog nooit zo gezien. Dit soort winsten bij provinciale statenverkiezingen. En vooral, ja, het is al gezegd, maar nogmaals, heel raar omdat niemand weet waar Forum voor Democratie bij provinciale staten voor staat. Een feestje was er ook deze week bij de graafschaptrainer Henk de Jong, nadat zijn ploeg met 3-0 won van Heerenveen. Jongens, ik zit in de persconferentie, hij dit ook. Ja, dit was niet zijn nieuwe club Cambuur Leeuwarden, want die belde een paar dagen later pas. Maar wie was het dan wel? Lieve schat, naar mijn moeder. Net toen. Om even te feliciteren met de overwinning. Ja, die zijn zo trots, ik ben hun kind, hè. Ja, het was ook een week om trots op te zijn. Ook voor Holland's Got Talent winnaar Shinshan uit Malden. Maar het was natuurlijk vooral de week dat de lente officieel zijn intrede deed. De regen is voorbij, het zonnetje schijnt en in Burger Zoo werd direct de eerste lentebaby verwelkomd. Ze is geboren in het Limburgse Rochel, maar woont al jaren in Arnhem. Ze won als de Stevie N onder andere een zilveren harp. Maar tegenwoordig treedt ze weer op onder haar eigen naam, Stephanie Struik. Ja. Van harte welkom. Dank je wel. Je bent bezig met een theatertour. Ja. Je hebt net een nieuw album uit, hè? Liedjes Klopt. Van Anderen. Ja. Ja. Liedjes van Anderen. Ja, dat Waarom liedjes van Anderen? Vind ik leuk om te doen. Ja, ik schrijf heel graag zelf mijn eigen liedjes en gedachtes op. Maar ik ben ooit begonnen met liedjes schrijven omdat ik liedjes van Anderen ging uitzoeken op de piano en op de gitaar. En ja, dus het is nog altijd wel een soort van oefening soms ook om liedjes van Anderen uit te zoeken. En soms dan speel ik ze wel eens live en dan zeggen mensen van god, welke cd staat die? En dan heb ik geen antwoord en nu heb ik wel een antwoord. Van eigen liedjes naar liedjes van anderen, ja. Van Stevie N gewoon weer naar Stephanie Struik. Mm-hmm. Wat is er aan de hand? Gaat het wel goed met je? Ja, het gaat goed. Ja, nee, ik heb onder Stephanie Struik, onder mijn eigen naam ook 2 albums met eigen liedjes gemaakt. Dus ja, het is gewoon, ik vind het leuk om verschillende dingen te doen. En weer in je eigen taal. Ja, is wel fijn hoor. Vond ik eerst wel eng. Is dat eng? Het komt veel dichterbij. De klanken zijn anders. Engels is iets makkelijker, wil ik niet zeggen. Maar er zijn meer ronde klanken. En in het Nederlands zijn het wat kortere klanken. Dus je kunt niet, sommige klanken kun je niet doortrekken of zo. Nee. Daar moest ik echt aan wennen. Ik had in 1 liedje dat ik zo... Dan zit zo'n zin in, ik ga verder, ik ga door. En dan wilde ik echt zo zingen, ik ga verder. En dat wilde ik. Ik dacht, wat raar. In het Engels kan dat bijna bij elke klank kan dat wel. In het Nederlands moet je dan zeggen, ik ga verder, weet je wel. Wie zijn die anderen waar jij liedjes van zingt? Uiteenlopend. Harry Banning, Arnie M.G. Schmid heb ik een liedje van opgenomen. Bram Vermeulen. Die kende je eigenlijk nog helemaal niet, nee, hè? Nee, ja, van naam. Maar nee, heel schandalig. Schande, ja. Ja, vind ik ook. Ja, dat is ergens misgegaan in mijn opvoeding. Het is goed gekomen. Ik heb best wel veel toffe dingen ontdekt door mijn ouders hun platenkast. Maar Bram Vermeulen stond er niet tussen. En toen zei iemand van, dan moet je dan echt eens een keer naar gaan luisteren. En toen vond ik een liedje op een plaat van hem. De plaat heet Rode Wijn. En het liedje heet Verlegen. En toen dacht ik, wauw, wat een parel. Dus die heb ik opgenomen. Die heb je opgenomen. Die ga je niet zingen vandaag hier. Die ga ik niet zingen. Wat ga je wel doen? Ik ga een liedje van Skik, van Daniel Logus zingen. Oud liedje al, volgens mij uit 1997. En het heet Verliefd. Daniel Logus, een goede bekende, hè? Want jullie hebben samen getoerd, toch? Klopt, ja. Samen een plaat gemaakt, samen liedjes geschreven. Dus, Was je verliefd op Daniel? Ooit wel, ja. Ooit wel, toch? Hey, ik dacht, als je toch over de liefde springt, dan durf ik die vraag wel te stellen. Ja, de liefde is voorbij. Ja. Maar het liedje gaat wel over verliefdheid. Ja, precies. Is er een nieuwe liefde? Nee, ik ben helemaal blij met mezelf. Ja, dus dat is ook, het is ook wel een soort van... Ja, the greatest love of all, hè? Zo weet niet ooit. Ja. Geef haar een applaus. Stephanie Struik met Verliefd. En dan ga ik nog even zeggen dat jij morgen te zien en te horen bent op het Lentefestival in het Zonsbeestpark hier in Arnhem. Zeker. Ik had mezelf nog wel zo beloofd, trap er echt niet meer in. Ik had het duidelijk in mijn hoofd.
veel zin, want ik pijn en ik zucht, want ik kan niet meer terug. Moet het nu, alsjeblieft, ik ben weer verliefd. 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 Help mij, please, alsjeblieft, ik ben weer verliefd. Ah, ah, eh. Ik zit er niet op te wachten, nou, het komt me slecht van pas om hele dagen te denken aan jou. Dacht dat het over was, maar ik raak in paniek, hoor de mooiste muziek. Moet het nu, alsjeblieft, ik ben weer verliefd. Alsjeblieft, ik ben weer verliefd. Aha. Dankjewel. Ja, meneer de Kok. Arjan de Kok, lijsttrekker van het Forum voor Democratie. Nog net op de valreep binnengekomen. We hebben het al uitgebreid over u gehad. Allereerst van harte gefeliciteerd met de uitslag van de verkiezingen. Dank u wel. Dank u wel. Een goede week voor u. Geweldige week. Fantastische week. Fantastische uitslag. Enorm. Heeft u voldoende mensen om die zetels in te vullen? We hebben zeker voldoende mensen om de zetels in te vullen. Ik heb één kandidaat meegenomen. Ja, het waren voor mij allemaal grote onbekenden. Ik mag googlen dus, en zoeken. Dus overal hebben we ze voor uitgenodigd. Ik ben zo blij dat u er bent. Kees, ik dacht, bestaan Kees ze Klaassen, wel? Dus, dacht ik nog. Dus nu kent u er al de twee. Nummer 7 van de lijst. Ja, ik weet het allemaal. Maar ja, we hebben er nu gezicht bij. Fijn. Ook van harte gefeliciteerd. U komt net van het provinciehuis. Ja. Hoe is uw eerste gevoel? Ja, heel positief. Zeer constructief. Was een goede vergadering, goede sfeer. Natuurlijk de mensen allemaal leren kennen. En we hebben gesproken over wat er nu gaat komen, de komende ronde met de informateur. We gaan nog een duidingsdebat, dat was ik ook helemaal voor, waarin we een analyse doen van wat is er nu gebeurd in Gelderland en in Nederland, maar met name ook in Gelderland. En daarna gaan we inderdaad praten met de informateur. Bent u echt van plan om mee te regeren? Om absoluut. Mee te doen? Wij zijn een partij die gewoon mee willen besturen, die onze verantwoordelijkheid willen pakken. En wij willen de stem die wij hebben gekregen van de Gelderlanders, van de Nederlanders, willen we ook werkelijk Maar u heeft het al geroepen, die energietransitie, die moet dan eerst van tafel. U weet net zo goed als ik dat dat niet gaat gebeuren. Nou, dat weet ik niet. We hebben inderdaad gezegd dat het hele energietransitie een enorme financiële last is. Een enorme financiële wissel trekt op de Nederlandse economie en ook op de Gelderse economie en leefbaarheid. En wij denken dat het beter kan. We denken dat het anders kan. En we denken dat het geld wat daarmee gemoeid is beter geïnvesteerd kan worden. Bent u bereid om concessies te doen? Want zo werkt dat nou eenmaal in Nederland, hè? Als je met meer partijen en coalitie moet smeden. Dat klopt. Zo werkt het. Er zijn natuurlijk heel veel punten die we hebben. We kunnen ook al andere punten concessies maar doen. Maar zijn ze onderhandelbaar? Bij ons zijn alle punten bespreekbaar. Maar we gaan niet zomaar aan de leidraad van de huidige lijn die er is meelopen. Ik denk dat de kiezer zich zeker ten aanzien van het klimaatstandpunt heel duidelijk heeft uitgesproken. En dat is ook zeker een ding wat wij heel belangrijk vinden om mee te nemen. Ja. Ik moet het hierbij laten, want we hadden het onderwerp al afgerond. Maar ik vond het zo fijn dat u even de moeite nam om toch te komen. Kom nog een keer terug. Graag gedaan, en dan nemen we wat meer tijd voor u. Ja? Neem de nummer 7 en neem ze allemaal mee. Ze komen niet allemaal. We hebben een vol mediacafé. Dank u wel. Dank u wel. We gaan naar de sport in de Week van Gelderland. En aan onze sporttafel vandaag twee spelers van NEC. Matthijs Brandenhorst uit Tiel. Doelman van NEC, gehuurd van Willem II. En aanvoerder Rens van Eijden. Jij keerde dit seizoen terug bij NEC. Daar had je al volgens mij 6 seizoenen gespeeld, klopt dat? 7, ja. 7 al zelfs. Ja. Met welke droom kwam jij afgelopen zomer naar Nijmegen? Ja, een droom niet, wel een doelstelling. En dat was terug in de Eredivisie met mij natuurlijk op het veld. Ja,
Die droom viel al vrij snel in duigen. Hè? Allereerst vielen de resultaten wat tegen. Jij had wat kleine blessures. Vertel eens, wat is er nu met je aan de hand? Ik ben inderdaad 8 weken eruit nu. Een lange periode geweest om echt te onderzoeken en de diagnose te stellen wat daadwerkelijk het probleem was. Dat is nu helder. Ik kan moeilijk uitleggen wat er precies aan de hand is. Alleen uiteindelijk... Je hebt een liesblessure, hè? Ik heb heel veel last in de lies. Dat wordt veroorzaakt door iets anders. En het heeft lang geduurd om de vinger op de zere plek te krijgen. Alleen die hebben we nu. En... Ja, de zoektocht naar wat er precies aan de hand is, die hebben. En nu heb ik ook een duidelijk plan wat en hoe ik het kan herstellen. 5 april dan word je geopereerd. Herstel duurt zeker 6 maanden. Dus ja, we gaan jou niet meer op het veld zien dit seizoen. Dit seizoen nu. Maar dan kun je wel weer volledig herstellen? Geen problemen. Verder geen hele grote aandoening. Alleen wel iets wat noodzakelijk is. En helaas zo wordt dat erbij in de voetballerij. En zal ik mijn energie moeten besteden aan... Weer een fitte rens. Ja. Jack de Gier wil wat tegen jou zeggen, over jou zeggen. Het voor Rens vooral vervelend is, hij is teruggekomen van AZ. Heeft toch wat blessures gehad en is daardoor het hele seizoen niet 100% fit geweest. Heel vervelend vooral dat hij nu dan ook een blessure heeft waardoor hij onder het mes moet. En het weer een tijd zal duren voor die terug is. Ik denk dat het belangrijk is voor Rens om weer 100% fit te worden. Want Rens is natuurlijk met zijn ervaring, zijn leiderschap heel belangrijk voor iedereen. Alleen ja, moet hij dat zelf ook kunnen brengen op het veld. En dat kan alleen als je 100% fit bent. Ja, Raymond van der Gouwen stond hier vorige week. Die had het over spelen. Die zei van, joh, die had ook zo'n zware blessure. En werd daarna speler van het jaar. Ik weet, het is maar ontschoten. Ik kom even snel niet op zijn naam. Even naar jou, Matthijs. Je had vorig seizoen een basisplaats in de Eredivisie. Ook bij jou ging het mis, hè? Een zware bovenbeenblessure. Toen je weer fit was, zat je op de bank. En dus, jij weet ook hoe het is om met teleurstellingen om te moeten gaan, hè? Ja, zeker. Ja. Blessures horen bij het profvoetbal. Het is vaak wel, de timing is wel belangrijk. En daar heb ik vorig jaar gewoon veel pech mee gehad. Ik was net niet op tijd wedstrijd fit in de voorbereiding. Waardoor ik geen wedstrijd had gespeeld. En toen was mijn plekje vergeven. En dan is het voor een keeper heel moeilijk om die weer terug te krijgen. En dus ben je naar NSC gegaan, naar de winterstop? Ja, puur om wedstrijd te spelen. Toch een club gekozen die vergelijkbaar is met Willem II, denk ik. Nu dan alleen op het tweede niveau in Nederland speelt. Maar qua club, qua stad en qua stadion bijvoorbeeld, gewoon vergelijkbaar. Maar ook een club waar het eigenlijk niet zo goed mee ging, hè, op het moment dat jij kwam. Voelde je dat? Ja, wel een beetje. Je merkt toch dat het wat onrustig is en... Ik merkte ook in die eerste wedstrijd dat het wel even zoeken was. Voor mij, maar ook weer voor de linie voor mij. We staan toch met een andere keeper en ik sta toch met 10 andere spelers in het veld. Dus het was gewoon wel even wennen. Maar sinds eigenlijk het eerste moment... Zijn de resultaten wel gewoon goed geweest. Dat is al heel fijn. Ja, je doet het wel lekker. Ik bedoel, jullie stonden een paar weken geleden nog 15e, nu 9e. Hoe verklaar je die wederopstandingen, aanvoerder? Ik ben natuurlijk minder op het veld, dus ik maak ook minder mee. Ik ben niet bij de besprekingen, et cetera. Alleen wat je zeker ziet de afgelopen wedstrijd is dat er team staat wat voor elkaar vecht. Ruimte wat kleiner. En uiteindelijk ook met spelers die gehaald zijn, die gewoon goed presteren. Maar uiteindelijk zie je wat Matthijs zegt met de samenwerking tussen de laatste lijn en de keeper. Zo geldt dat denk ik voor een heel team. En als je de afgelopen wedstrijden kijkt, is het ook wel leuk om te kijken. Je ziet jongens opbloeien, je ziet jongens weer wat meer lachen in de kleedkamer. Ja, er is weer wat meer plezier. En uiteindelijk zie je dat daardoor ook individueel een beter niveau wordt gehaald. Lachen in de kleedkamer is hij ook een goede voor, heb ik begrepen. Klopt dat? Ja, zeker. Ja, ik heb het nog niet op het veld meegemaakt, maar... De kleedkamer is wel lekker, ja, zeker. Ja, die verhalen ken ik. Ik weet zeker dat jij niet op deze manier afscheid wil nemen. Wat heb jij de komende jaren nog voor ogen, Rens? Ik ben meer van de korte termijn altijd. Ik heb één taak en dat is fit zien te worden. En dat is ook wat de trainer net zegt. Ik heb voor de winterstop liep ik ook al met deze klachten. Nooit gedacht dat het... Uiteindelijk zou uitmonden op deze blessure. Alleen ik moet fit zien te worden. En dan pas kan ik een invloed hebben op de prestaties.
En je hebt nog een contract volgens mij tot 2022 bij NEC. Je kunt je daarvoor nog bewijzen. Jouw contract bij Willem II loopt volgens mij ook nog een tijdje door. NEC wil ook graag met jou verder. Oké. Sta je er open voor? Hangt van wat andere dingen af, denk ik. Mijn contract loopt nu in principe af bij Willem II. En ze hebben nog een optie die ze kunnen lichten. Dat moeten ze voor 1 april doen. Dus het is even afwachten wat Willem II wil. En mochten ze mijn optie niet willen lichten, dan moet ik even kijken naar de mogelijkheden. Zondag, Sparta uit op het kasteel. Kunstgras, daar heb jij dan weer niks mee, Rens. Daar maar uit, overwinning dan maar een keer weer. Laatste 3 wedstrijden uit niet gewonnen. Nee, daarom. 3 keer gelijk, dus we moeten maar weer een keertje winnen. Hè? Ja, en dan gaat hij heel hard schreeuwen vanaf de tribune. Succes in ieder geval. En jij succes 5 april. En ik hoop dat het herstel voorspoedig verloopt. En je heel snel weer gewoon die sterspeler bent. Ja, het zal minimaal 6 maanden duren. Maar daarna hoop ik weer... Gaan we weer van je genieten. Dankjewel voor jullie komst naar ons Mediacafé. En dan ga ik... niet Colin aankondigen. Ik wou al bijna zeggen Colin. Maar die is er even niet. Maar we hebben een fantastisch vervanger. Paul de Graaf. Geef hem een applaus. Dankjewel. Stephanie Struik zingt in het Nederlands. Onze hoogculturele taal geeft haar stem meer cachet. Maar ze is een vrouw en helaas minderwaardig. Al dus Thierry Baudet. Met NEC komt het echt wel goed mee. Maar Nijmegen heeft een links bestuur. En is een oikofobische bedreiging voor onze boreale cultuur. Trump, als je nog een muurtje over hebt, zet hem dan in ons Gelderland. Zet een dak op tegen het klimaat, bescherm ons tegen alles wat ons schaadt, dan is er niks meer aan de hand. Sian Jan maakte een indrukwekkende docu. Zijn ouders kwamen naar Nijmegen met een verblijfsvergunning en zie hier het resultaat van homeopathische verdunning. We gooien alle provincies eruit, alle import van Maastricht tot Amsterdam, dan alle homo's, joden en transgenders en alle aanhang van islam. Hup, weg met mensen en gebouwen die gebouwen ontwerpen. Weg met klimaatactivisten. Weg met universiteiten. En Omroep Gelderland journalisten. Trump, als je nog een muurtje over hebt, zet hem dan om Gelderland. Zet er een dak op tegen het klimaat. Bescherm ons tegen alles wat ons schaadt, dan is er niks meer aan de hand. Al dus een boze blanke man die alles maken kan. Met een hele grote partij. Gelderland is van niemand anders dan van mij.